Vandaag ga ik jullie alle onderdelen van het menghoofdstel laten zien. We beginnen bovenaan bij het kopstuk. Het kopstuk ligt achter de oren en hij moet zo bevestigd worden dat de oren niet in de verdrukking komen. Aan het kopstuk zit de verbindingsriem van de windriemen en van de lepel. Zoals jullie kunnen zien is dit de lepel. De lepel zorgt ervoor in tweespan, als het paard bijvoorbeeld een bles heeft, dat beide paarden gelijk zijn. Dit zijn de windriemen. De windriemen lopen door en zitten aan de oogkleppen en zorgen ervoor dat de oogkleppen mooi in model zitten. Aan de oogkleppen zitten de bakstukken. De bakstukken zorgen ervoor dat de bit omhoog wordt gehouden. Naast de bakstukken zit de keelriem en die zit om de keel heen van het paard. Daarboven zitten de rozetten. En aan de rozetten zit de frontdeel. Dan gaan we naar beneden. Als laatste hebben we hier de neusriem.